het jaarlijkse trippie dit keer naar Rietdoorn. Tussen heftige oostbuien deur kloorde de stemming iedere keer weer op. Maar al dat water van boom kon de pret niet drukken. Met de pont overvaren over het zwarte water, bij geen munt. Natuurlijk moest er ook veergeld betaald worden. Gezicht op het zwarte water. Vanaf het pont richting Giethoorn. Er was alweer een nieuwe buien met veel wind en door hem was het stevig trappen nog iets doen. Eindelijk bij paviljoen Smit. Sommigen namen een kop koffie met een grote koeken, anderen bestelden een uitsmieter. Gevolgd door een conflict met een verkeerde bestelling. Alles onder het vertrouwde toezicht van dirigent Tim Evink. Door nou het water op om het te gaan punteren. Ook waren er al eens gekeken naar een souvenirtje. De kleedkamers passen precies in dit natuurlijke gebied. Door de grachten naar het bovenwiede. Door was zelfs al een simpele waterspoeltuin. Wankele vlonders verhogen de lol en de uitdaging. Op dit moment was natuurlijk gewacht. De glierbaan was nog wat stroef. Jannie in close-up. En toen braken de echte spiegelgevechten uit. Ook was er muiterij aan boord. Dat werd beslecht met een tik van een duwstok. Andere deelnemers maken een tochtje langs de grachten door het dorp Giethoorn.
het bruine turfwater moest een beetje weggespoeld worden. Om weer net iets voor het licht te komen voor de volgende tour. Een echte turfsteker was er ook nog te vinden. Een grote bulle met snoep was bij iedereen welkom. Toch wel lekker. En nou naar het punting van Joon. De pontvrouwen van Joon moesten een stuk of 8 keer heen en weer om iedereen aan de overkant te krijgen. Een laatste groet naar Giethoorn. Aan het einde van de dag nog een partij ging moddervoetbal.